Na de verkiezingen zijn de gesprekken begonnen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Intussen hebben enkele West-Vlamingen zekerheid over hun zitje in het Vlaams parlement. Zoals Ivan Sabbe van Lijst de Dekker. Als eerste opvolger komt hij in de plaats van zijn kopman Jean-Marie de Dekker, die zoals verwacht in de Kamer blijft. Ivan Sabbe uit Bavikhoven is 48 jaar en de vroegere baas van warenhuisketen Lidl. Nu is hij actief in de vastgoedsector. De gewezen co-voorzitter van Lijst de Dekker gaat naar het Vlaams parlement en wil daar iets bereiken met zijn ervaring als ondernemer. Ik hou van mijn streek, ik hou van Vlaanderen en ik denk dat we toch wel een aantal zaken kunnen verbeteren. Met name minder overheid, maar meer efficiënte overheid en voornamelijk minder bij de mensen wegnemen. Dus diegenen die werken ook meer laten overhouden van hetgeen ze verdienen. En ik denk dat dat nog altijd even waar is, meer dan ooit misschien. En dat het voor mij echt een engagement is om mij voor die specifieke punten echt te gaan inzetten. Ja. En ook